Wil u nog iets zeggen tegen Tanja? Hé? Iets zeggen tegen... Dat is een hartstikke gek is. Wie? Tanja Jess. Ken ik niet. U kent Tanja niet? Nee. Want ze vindt het dorp te wit. Oh, nou dan moet ze maar meer bloemen neerzetten. Ja, ik vind het verschrikkelijk. Ja, echt? Nee. Weet u waarom ze is weggaan? Het dorp is te wit. Ja. Ja. Dat zegt ze, ja. Dat is ook goed. Nou, ik ga boodschappen doen, want ik zit in mijn bubbel. Jullie zijn allemaal te wit. Nou, ik kom net uit Turkije, vind je me niet bruin genoeg? De hele basisschool was er maar één Marokkaanse zin en één Turkse zin, zegt Tanja. Het wordt nu wel erger hoor, de laatste tijd. Het wordt veel erger. Tanja kan terugkomen. Nou, ze mag van mij wegblijven hoor. Jongen, schijtig, gaarig getinte mensen, joh. Ik heb lui naast me wonen. Iedereen jas. Mis kijken. Oh, dus ze zijn er wel, zegt hij. Ze zijn er wel, maar een zootje, man. Maar Tanja zegt, er moeten er meer komen hier. En weet je wat is, ze moeten nog voor ze betalen ook. Ze betalen geen huur, ze krijgen vreten, ze krijgen alles. Ja, ze krijgen alles. Ja? Dus je bent er niet helemaal met Tanja in? Nee, ik ben helemaal niet met eens, joh. Jullie zijn ook wereldvreemd, zegt Tanja. Ja, natuurlijk. Ja, oké, het zal. Nou, goed, laat Tanja dat maar zeggen. En ook u bent wereldvreemd. Vindt zij. Zegt Tanja. Maar zij is een Duitser, dat is heel wat anders. Wil u nog iets zeggen tegen Tanja? Hè? Iets zeggen tegen... Dat is hartstikke gek is. Nog een lieve boodschap voor Tanja? Oh god, dat Tanja niet zo moet zeuren. Gewoon beter acteren en lekker en niet zo zeuren. Tanja gaat nu in Almere wonen. Ik heb mij een schelen van mij, maar gewoon ze in Pampus wonen. Hey.